Richard Monti, PvdA-kamerlid, kandidaat, zoals dat heet. Ook aanwezig hier bij het flyeren. Benieuwd naar drie items, waar de PvdA voor staat. Wanneer het gaat om zorg, wanneer het gaat om de pensioenen en wanneer het gaat om de economie. En wat het gaat betekenen voor deze regio. Ja, zal ik beginnen met de zorg? Wat de Partij van de Arbeid betreft is het heel belangrijk dat we de zorg weer een stukje betaalbaarder maken. Op dit moment betalen mensen een hoge ziektekostenpremie, elke maand weer. Sommige 120, sommige 150 euro per maand. En het is heel gek dat als je ziek wordt en medicijnen nodig hebt, of je gaat naar de tandarts, dat je dan nog een keer moet betalen. 385 euro eigen risico. Wat de Partij van de Arbeid betreft gaan we die eigen risico afschaffen. Dat is een boete op ziek zijn. Wij verlagen het naar 0 euro. En mensen betalen namelijk er al voor door middel van hun hoge ziektekostenpremie. Als het gaat om pensioen, vind ik het heel belangrijk dat we de AOW blijven indexeren, zodat ook ouderen in hun koopkracht op peil kan blijven. Als het gaat om pensioenen, vindt de Partij van de Arbeid het heel belangrijk dat we de AOW blijven indexeren. En ervoor zorgen dat ouderen daardoor hun koopkracht op peil kunnen houden en er niet elk jaar op achteruit gaan. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar ook gedaan, de AOW geïndexeerd. En dat moet zo blijven gaan. Het tweede wat we heel belangrijk vinden als het gaat om pensioen, is dat we vinden dat mensen ervoor moeten kunnen kiezen om op hun 65e levensjaar eerder te stoppen met werken als ze dat willen. Daarnaast vinden we dat de AOW-leeftijd weer flexibel moet worden gemaakt, zodat mensen ervoor kunnen kiezen om op hun 65e levensjaar te stoppen met werken, in plaats van dat ze verplicht door moeten werken tot hun 67e. We zien namelijk heel veel zware beroepen, bouwvakkers, stratenmakers, mensen die in de zorg werken, en zo kun je nog even doorgaan, die gewoon dat niet kunnen. Die halen dat niet, die 67 jaar. Dus voor hen willen wij ervoor zorgen dat ze op de 65 kunnen stoppen met werken, zonder dat ze er netto op achteruit gaan. Dus dat vinden we heel belangrijk. Het laatste thema, werk. Gelukkig zien we dat de economie weer groeit. Nederland heeft de zwaarste crisis van de afgelopen 70 jaar achter de rug. Dankzij noodzakelijke, maar pijnlijke maatregelen is de economie weer op de rails. We zien het aantal banen weer toenemen. En het is nu de belangrijke opgave dat we ervoor zorgen dat de banen ook eerlijk worden. Dat mensen een vaste baan krijgen tegen een eerlijke salaris. En dat er geen discriminatie meer plaatsvindt op de arbeidsmarkt op basis van afkomst of leeftijd. Deze regio kan armoede, deze regio kan werkeloosheid, economie die niet goed draait en een vergrijzing. Wat gaat PvdA dan landelijk betekenen voor deze regio? De beste middel tegen armoede blijft werk. Voor zorgen dat mensen gewoon een fatsoenlijk salaris krijgen. Voor zichzelf en voor hun gezin kunnen zorgen. Dat is waarom de Partij van de Arbeid ook extra wil investeren in banen. Zo willen wij 100.000 publieke banen erbij. Dat zijn banen die ook nuttig zijn voor de samenleving. Zoals conciërges op scholen, medewerkers in de buurthuizen, toezichthouders in het openbaar vervoer of op straat. Op die manier willen we 100.000 mensen van de bijstand aan het werk helpen. Betaalde banen. Betaalde banen tegen gewoon een fatsoenlijk loon. Dus geen werk met een uitkering, nee, werk tegen gewoon een fatsoenlijk loon. En op die manier kunnen we de armoede laten afnemen en er ook voor zorgen dat mensen gewoon weer terug kunnen in die samenleving, mee kunnen doen in die samenleving en hun eigen, zichzelf en hun gezin zelf kunnen onderhouden. Dus dat vinden we heel belangrijk. Vroeger noemden ze het de melkertbanen, wij noemen het nu publieke banen, maar dat is eigenlijk wat we bedoelen. Dank je. Geweldig. Ja.